als organisatie, dames en heren, hecht we ontzettend veel belang aan het feit dat de Mr. Gay Belgium finalisten en Mr. zich actief inzetten voor en binnen de LGBT-gemeenschap. En daarnaast plaatsen we jaarlijks ook een project of initiatief mee in de kijker. En de keuze ging dit jaar uit naar de regenboogambassadeurs. En de jonge man en vrouw die mij nog meer kunnen overtellen, roep ik graag even bij me op het podium. Uw applaus voor Mr. Gay Belgium 2018, Bart Hesters en woordvoerder van de regenboogambassadeurs, Maggie Dolman. Welkom, Maggie, Bart. Hallo. Maggie, voor de mensen die de regenboogambassadeurs misschien nog niet kennen, wie zijn jullie, wat doen jullie, vertel eens. Ja, wij zijn regenboogambassadeurs en wij willen een goede avond in de eerste plaats aan iedereen. Hè. Wij zijn regenboogambassadeurs en wij willen een stem en een gezicht geven aan holibi en transgender ouderen, want we constateren nog altijd dat die heel dikwijls terug in de kast kruipen uit schrik voor om beschimpt te worden, om raar bekeken te worden, om geen tafel te krijgen aan een stoel enzovoort. Om een stoel aan een tafel te krijgen. Wat doen wij daarvoor? Wij geven infosessies in woonzorgcentra, in dagcentra. Wij geven ook veel opleidingen aan jongeren die heel dikwijls die vormingen anders niet zouden krijgen. Dus we spreken met studenten zorgkunde, verpleegkunde, ergotherapeuten. En ik moet constateren dat zelfs dikwijls die getuigenissen die wij brengen en dat gesprek met de studenten wat enorm interessant is en leerrijk voor hen, dat dat dikwijls zelfs geschrapt wordt van het programma. En dat vind ik eigenlijk heel erg. Dat is ook. Nu, Bart, boos voor jullie. Bart, je kan misschien helemaal uitleggen waarom je exact voor de regenboogambassadeurs koos. Ja, eerst en vooral voor mij ook een heel goede avond, dames en heren. Ja, ik koos voor de regenboogambassadeurs omdat dat een organisatie is die mij heel nauw aan het hart ligt. Mede omdat ik zelf 10 jaar in de zorg werk ondertussen. En gedurende die 10 jaar kwam ik in rare aanraking met verschillende verhalen die mij toch wel aan het hart lagen. Bijvoorbeeld, zo kwam ik een man tegen die zijn intrek nam in een woonzorgcentrum, die bijvoorbeeld geen kadertje van zijn overleden echtgenoot dicht plaatst in zijn kamer. En dat vind ik heel erg schrijnend, omdat iedereen wil op die oude dag toch wel zichzelf blijven. En vandaar dat ik het als Mr. Gay Belgium heel belangrijk vond om de regenboogambassadeurs te ondersteunen en medieproblematiek aan te pakken. Ja, dat is ook niet alles. Dat zien we ook een enkele maand geleden een campagne in samenwerking met Harmonia. Ja, dat klopt. Ik werk ondertussen zelfs 6 jaar bij Harmonia. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen die oude dag kan beleven zoals hij of zij dat zelf wilt. En vandaar dat ik als Mr. Gay Belgium dat ook wou nastreven om die problematiek echt aan te pakken en dat echt meer bespreekbaar te maken. En zo zijn we dan gekomen tot de zichtbaarheidscampagne. Nu oud, straks ook oud. En dat was een campagne die mij heel nauw aan het hart ligt, maar die inderdaad niet veel meer woorden nodig heeft. Nee, inderdaad. Je weet ook al meteen hoe je er over een goede 40 jaar zal uitzien. Ongeveer. Ja. Bart heeft daar bijna 10 uur voor in de make-up gezeten om het verschil te maken. Dank je wel alvast, Maggie en Bart. Dank je wel.